Theehuisconcerten in het Odapark brengt ook dit jaar weer een zeer gevarieerd klassiek programma van renaissance tot hedendaagse muziek. Het Theehuis, dat ligt in het Odapark in Venray, heel bekend. Het is al een heel aantal jaren terug heel mooi opgeknapt. En in het kader nu van de Theehuisconcerten is het van belang te vermelden dat de akoestiek zo fantastisch is. En dat komt omdat het een gewoon recht toe recht aan gebouw is. Net zo goed als het Concertgebouw in Amsterdam is ook gewoon een schoenendoos. En hier heb je dan nog dat je door de gebogen ramen naar buiten kunt kijken, het park in. In het voorjaar dan zingen de vogeltjes mee met het concert. Kortom, het is een fantastische locatie waar de muzici ook heel erg blij mee zijn. Die komen graag hier spelen. Theehuisconcerten is een fenomeen wat nu een paar jaar bestaat. Het is een voortzetting van de zondagmiddagconcerten van Fred Renieri. Die is daar 25 jaar terug mee begonnen in het cultureel centrum De Wingerd in Zevenum. Maar die kon na een paar jaar hier terecht en dat was dus een schot in de roos, zoals ik het net verteld heb. En hij is erin geslaagd om echt de fine fleur van de Nederlandse muziekwereld hier te krijgen. Echt gerenommeerde artiesten. Hij bouwde ook een relatie op met muzici, onder andere met Viola de Hoog. Viola de Hoog is een bekende celliste, docente aan het Conservatorium van Amsterdam. En ook docenten in Bremen in Duitsland. En wij maken gebruik van haar diensten doordat zij de programmering verzorgt. Er wordt hier klassieke muziek ten gehoor gebracht in een heel breed palet. Van oude barokmuziek tot 20e eeuwse muziek. En met ook aan de randen van het scala klassieke muziek wordt ook geprogrammeerd. Bijvoorbeeld Argentijnse tango krijgen we komend jaar. Zang, fluit, strijkers, pianisten, trio's, kwartetten. Een heel breed palet kamermuziek. Er zijn 6 concerten per jaar. We streven naar 6 of 7 concerten. Behalve het overgangsjaar, dat is dus, was het seizoen 2015-2016. Toen hadden we maar 3 concerten, omdat we vrij plotseling moesten starten na het slotconcert van Fred Renieri, wat echt een legendarische voorstelling is geweest, waarbij hij ook een koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor zijn werk wat hij gedaan heeft voor het culturele leven, muziekleven in Venray. En we hebben dat toen op korte termijn moeten overnemen. Met behulp van Viola de Hoog hebben we dat seizoen nog 3 concerten kunnen organiseren. Maar nu streven we ernaar om 6 tot 7 concerten per jaar te organiseren. Zo ongeveer 1 per maand. Onze doelstelling is om de witte vlek die Noord-Limburg was op de kaart wat betreft klassieke muziek, om die in te vullen. Dat was aanvankelijk het doel van Fred Renieri. En dat doel nemen wij over om een breed palet hoogstaande klassieke muziek te brengen voor een publiek dat uit Venray komt en uit de wijde omgeving tot over de grens. Er is gelukkig een voldoende publiek. Wij zijn blij met de opkomst de laatste jaren. Het loopt heel goed. De concerten zijn altijd op zondagmiddag om 3:30. Toegangsprijs is €20. Voor jongeren de helft daarvan, €10. En de informatie kunt u vinden op de website www.theehuisconcerten.nl. U kunt zich daar ook opgeven voor de nieuwsbrief. Dan krijgt u per mail alle informatie over de komende concertreeks.